Even naar de bakker gelopen, bakker die ik ken toevallig. Want wij gaan naar het Tiki Bad. Daar is het Tiki Bad. Nou, papa, Florisje en Manlies zitten in die attractie. Papa en Junior staan daar nu bovenaan. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En we hebben de eerste nacht erop zitten. En nou, ze hebben heel goed geslapen. Ik ben even naar de bakker gelopen. Je hebt nog je pyjama aan. Ik ben even naar de bakker gelopen. Bakker die ik ken toevallig. Zeg maar de vader van de eigenaar nu. Die kwam net met busje aanrijden. Die kende ik. Dus ik, hallo meneer kapitein. En hij keek even en toen zei hij, nou 3-4 seconden, zei hij, hé, Nagelkerken, zei hij. Ja, dat is knap. Ja, zoals bij ons geweest. Oh. Met zijn vrouw, toen had hij ook vakantie of zo. Dus de bakkersbrandje is gewoon echt een heel klein wereldje. Ik heb de carrotcake meegenomen, maar die kunnen we voor morgen koekendag bewaren. Dat is wel leuk. Koeken? Morgen is koekendag. Ja, ik heb koeken gekocht net bij de bakker. En wat croissantjes en zo. Dus we hebben lekker ontbeten. Madelief zit daar nog met een boterhammetje. Die andere twee meiden die zijn de badpak aandoen. Want wij gaan naar het Tiki Bad. En dat vind ik zelf het leukste zwembad van Nederland waar ik ooit geweest ben. Met hele enge glijbanen. Dus ik ben benieuwd ook hoe Junior dat vindt. Want die kan nu ook een beetje met zijn pakje aan van de glijbanen. Ik ben al bij Preston Palace van een hele enge. Ja. Hier zijn ze. Dat was geen hele enge. Hier zijn heel echt. Heel erg, maar ik weet niet, daar zul je misschien wel een bepaalde lengte voor moeten zijn. Ja. Maar er zijn zwem, of er zijn er ook voor jou. Ook voor jou. Maar ook attractie voor mij, maar er is ook een sloop. Morgen gaan wij attracties doen, de hele dag. Maar we misschien dat we zo meteen ook langs attracties komen. Even kijken, we hebben nog naar hier rondgelopen. Nee. We gaan het allemaal ontdekken vandaag, ja? Maar er is ook een klein terreintje waar ik in mag. De trein? Maar ik mag ook. Ze hebben online gekeken naar de attracties. Ja. Dat ik zo mag zien. In eentje. Dat, daar mag een soort achtbaan. Hij is net als de baron. Wij zijn onderweg naar het Tiki Bad. Tiki Bad. Ja. En ja, heel gezellig. Nee, maar ze hebben dat bij... Dat zag ik gisteravond al. Aqua. Shot. Ja, allemaal mooie glijbanen. Ja, ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Woe! Zo. Zag je dat? Ja. Die vloog echt zo recht op me af. Ook op mij. Het is lang geleden dat we hier geweest zijn. Ja, ik weet nog. Kijk, 2 jaar geleden. Nee, maar toen was jij ook het park. Nee, dat is 4 jaar geleden al. Toen waren we bij de opening hier van het buitenzwembad. Ik weet nog, ik mocht toen maar in 1 glijbaan. En die ene glijbaan ging de hele tijd. En dat is de enige tijd nog mee. Zou het buitenzwembad nu... Nee, maar we zijn hier ook wel eens uit het attractiepark geweest, Jan. Maar dat is heel lang geleden. Toen de kinderen allemaal of zo. Ja. Ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Kijk, ze hebben ook aangekleed met winterdingen. Kijk, die kikker heeft zijn winterpakje aan. Ja. Ja, ik vind het echt wel heel leuk dat we hier weer terug zijn. Mama, wat komt er toen al? Nee, toen bestond zij nog niet. Ja, toen met het opening van het zwembad wel, maar toen we naar de attracties zijn geweest, niet. Ja, eigenlijk is het helemaal niet zo ver rijden, want we hebben er maar 1 uur en 1 kwartier over gereden. Ja. Hier, kijk eens jongens, Duncan. Duncan. Oeh, Dunkin' Donuts. Lekker. Hij is open. Nou, straks ga je donuts halen. Oké, hier zie je de attracties op het schip. En de klok staat er voor hier. Kijk je nou hoe snel ze gingen. Daar is het Tiki Bad. Ja, kijk maar hoeveel glijbanen. Dit wordt echt heel leuk. Dus wij gaan lekker zwemmen. Dat filmen we niet, want we hebben niet zo'n camera en mensen in badpakken is ook tegenwoordig... Ja, een klein beetje kleine stukjes tegen te pakken. En hier is nog een hele speeltuin, dat gaan we ook allemaal nog doen. Dus we hebben genoeg te doen. Ik denk dat we 1 dag is te weinig hier. Het is maar goed dat wij een nachtje blijven slapen nog. Ja. Dan hebben we morgen ook nog 1 dag. Ja.
En dan gaan we gewoon kijken wat we het leukste vonden. Dus we gaan nu naar het tikibad en nog even naar de speeltuin. En dan een ballenbak. Vroeger hadden ze bij alle McDonald's ook een ballenbak. Ja. Ja. Stond de McDonald's onbekend. Die was de eerste met een ballenbak in Nederland een en beetje. En daar nog meer. Nog zo'n ding, waar ik ook zo'n grote ballenbak. Ja, en hier hebben ze natuurlijk ook een gamehal. Waar zijn ze kwijt? Junior Madelief moet hier ergens rondlopen. Madelief die met een spelletje bezig. Bella aan doen. Wat wil ik aan doen? Oh, dat kan Merel goed altijd. Ik ben nog niet betaald. Het is een demo, dan kan je oefenen. Het is een demo. Eén ticket. Win één ticket voor elke piek die je laat. Oh, zal ik deze proberen? Wil jij het doen? Ik kan maar niet. Ja. Ik wil er wel doen, maar ik kan maar niet. Heel slecht. Je mag nooit door. Jawel, het gaat op tijd. Awesome! Van een veeg, hè? We zijn even het park in en hier staan we even de glijbanen even te beoordelen. Want dat is echt niet normaal. En ik vond, ik ben van die daar geweest, daar achter in de hoek. En die ging, ik zal even inzoomen. Ik ben alleen niet zo goed met kleuren. Daar zie je zo. Die groene heb ik niet. Nee, die geel-witachtige. Je ziet daar dat dingetje in het midden. Zo, met glas. En daar komt de glijbaan uit. Ja, en die ging zo snel. En die trechters hebben jullie gehad, hè? Ik heb niet alles gehad, vind ik wel jammer. Want ik heb toch bij junior. Ja, voor die trechters gaaf. Wat vond je dan de gaafste nou van het deze hier? Ik naast elkaar, want ik zat dus in die blauwe en die ging echt zo naar. Ja, en als je dan hier kijkt, weet je dan nog welke dat is? Welke jij het gaafste vond? De groene. Die groene? Die hier. En dan, ja? Die lichtgroene of die daarboven zit? Nee, maar dan die blauwe daarvan. Oh, oké. Okay. Ja, dus van die daar allemaal, al die slangen door elkaar, die blauwe. Ja. Ja. Dat vond jij de gaafste. En jij, Floor? Ja, dit is buiten bad, maar dat is nu dicht. Die gat erin. Die gat erin. Oh, die gat erin. Die gat erin. Die gat erin. Dat was zo cool. Daar staan, dat je zo naar beneden schoot. Nee, inderdaad. Dan ga je zo in zo'n gat. Is er zo'n gat en dan val je in het zwembad. Oh, die gewoon binnen die. Ja, en je ging zo achteruit in het zwembad. Ja, dat was naast die, dat je zo dat klepje onder je voeten vandaan ging. Nee, dat was tegenover die jij was. Kunnen we nog in een van die attracties? Ja, we gaan in de attractie. Alleen papa snapte de attractie. Maar papa wist niet dat hij op de start moest klikken. Jawel, maar hij deed dat niet. Het duurde heel lang. Nou, papa, Florigusje en Manlief zitten in die attractie. Nou, ik ga er van zo lang zelfs een leven niet in. Ik vind dat veel te eng.
Je draait constant rond. Maar met die draai je niet rond en daar mag ik zo meteen in. Oh, dit zou echt niks voor mij zijn. Maar mama, dat ook niet. Die gaat er helemaal ja, ook dat. Niet. Oh, Jan die heeft 36 rondjes gedraaid, denk ik. Oh, dat is echt niks voor mij. Ik ben benieuwd hoe ze het vonden. Ga het maar eens vragen wat ze ervan vonden, junior. Nou, we staan hier bij het Winterplein. Lekker bij het vuurtje. Er zijn hartstikke veel attracties open. Ze hebben eerst vanmorgen gezwommen, toen warme chocomelk gedronken, spelletjes gedaan en nu nog de attracties. Junior is lekker marshmallows aan het roosteren bij het vuur. Je moet hier komen staan, schat. Je staat in de rook. Nou, dan komt papa aan. Gaan we even vragen hoe het was, ja? Nee, ik ga later niet van mijn mondje doen. Lekker! Dat is ook lekker glue handje. Oh, ook lekker! Oh. Ik heb net 50 rondjes gedraaid. Ja, dat zie ik. Oh, dat zag je? Ja. Jij moet het zo raar doen, hè? Dat is niet raar. Hey, zo'n jongen achter mij. Oh, die meneer, moet die meneer zien, moet die meneer zien. Hij zei er wel 10 keer. Die oude lul. Een oude man in dat ding. Helemaal blij. Zo is hem ook echt in die... Hij wil in een houten akker waar hij in mag, geloof ik. Nou, dat is goed, dan gaan we daar. We hebben marshmallows, Winterplein, we hebben bij het vuur gestaan. Mag ik een marshmallow? Heb je van 6 marshmallows gehaald? Nee, hij ging 4 marshmallows, 25 cent, ging hij halen, maar ze waren gratis. Dus toen van die euro heeft hij ook nog maar een lolly gehaald. Mogen wij ook een lolly? Ik denk dat papa wel zin heeft in iets, koffie of zo. Nou, de volgende stop is de botsauto's. Hoe was het? Ja. Die klopt hard? Ja. Er zit slagroom op je neus. Marshmallow. Ja, nou is het weg. En? Leuk? Tip, als je naar de andere gaat, zou ik zo doen, maar... Dan moet je daar naartoe gaan, want dan heb je en heb je gratis marshmallows. Oh, die. Slagroom, marshmallows. Ik heb nu echt een mini houten achtbaan gezegd. Dunkin', heb ik ook al gezien. Dunkin' Donuts. Ja, daar verkoop je bubble tea, hè? Ja, dat zag ik ook. Helemaal niet. Ja. Zag ik ook. Ja, nou gaan we naar de achtbaan, hè? Straks gaan we ook nog lekker chocolade en fruit eten. En ze hebben daar ook bubble tea. Ja. Zo'n glijbaan is ook leuk. Oh, die vind ik leuk, die glijbaan. Ja, die vind ik echt leuk. Ja. Papa was helemaal blij. Ja. Omdat hij een glijbaan vindt. Kijk, dat is die groene waar ik af geweest ben. Nee, de gele. Dat is geel. Die links is niet groen, hè? Ja. Links is geel. Die linkse, die ging toch snel. Zo. Hij ziet er hetzelfde uit als die rechtse. Ja, die zal ook wel zo snel gaan dan. Nou, die andere heeft een bobbeltje erin. De andere heeft nog een bobbeltje erin. Ja, kijk, je ziet ook iemand gaan. Dat gedeelte, ja. Dat laatste gedeelte. Je ging zo, had het niet eens door, je ging erin en je was zo aan het ronddraaien in zo'n gat en ik ging er zo heel achteruit in. Oké. We gaan wel met blijven. Papa en junior staan daar nu bovenaan en die komen weer naar beneden. Kijken. Ik denk dat ik te licht ben. Ja. Ze komen zo. Denk ik. Kijken. Ja, daar komen ze. Papa en junior. Gaan ze snel? Ja. Wow, wat zo. Daar gaan ze samen. Daar gaan ze. Woe. Ja, dat werkt ook. Woe!
Was leuk, junior? Was leuk? Remmen die zakken af. Ja, lekker. Nou, nu gaan wij speciaal voor junior naar de achtbaan, want daar wil hij heel graag in. Ja, we gaan naar de achtbaan. Ja. In de Falcon. Moeten... Ja, maar ik... Hier. Die laat die gekke heel. Mag je nu daar wel in? Ja, eentje. Er zijn er volgens mij 2 of 3. Of, ja, en junior mag er daar in eentje in. Maar kijk hoe stel deze is. Hij gaat zo naar boven en hij gaat zo naar beneden. Oh, ja. Oeh, wel eng. Ja. Ik weet niet of junior deze mag, hoor. Daar gaan ze. In de Falcon. Van Lief gooide gewoon een strijk, ja? Dat is als je strijk gooit. Zo, vlog! Zo! Ja. Goed zo! Ja, nou ben ik al. Ja, dat is wel al. Ja? En ik heb Kusje make-up gedaan en het is veel mooier. Kan dat wel? Ja, die heeft geen strike. Die ene. Deze gaf mij geluk. Ja, hier is Junio. Ja, ze staan omhoog. Nou, gooi maar. Junior gooit ook echt. Okay. Jij bent? Kijk, jij hoe hij. Ja, die gooit. Zo. Goed toch? En Sophie, die zit de wedstrijd van Merel te kijken. Die is aan het... hoe heet dat spelletje ook alweer? Lacrosse. Lacrosse. Staat ze erin? Nee. Ik denk dat ze daar aan de kant staat, maar ik kan het niet zo goed zien. Oh, oké. Okay. Nou begint de derde helft. Staat de vier helften. Ja, vier kwarten. Ja. Ja, dus geen derde helft dan. Nee, dat vind ik niet. En kijk. Gisteren was het in de sneeuw en nu is het... Ja. Nou, korte rokjes en ja. Zon en gisteren ja. Dikke winterkleding. En ja, wij gaan lekker door met bowlen. Dit was weer een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vlog van vandaag, morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Abonneer.